Dank u wel, voorzitter. We vonden het belangrijk om te interpelleren over de uitgaansbuurt, omdat we ons eigenlijk heel veel zorgen maken. Recent zagen we opnieuw 4 zaken sluiten in de Lange Straat, ondertussen al iets minder recent dan vorige maand. De eigenaar heeft aangegeven dat er hier geen nieuwe horecapanden zouden komen en deed ook zeer straffe uitspraken over de Oostense uitgaansbuurt. De neergang is een stukje gestart met het nieuwe Helmond, een gebouw dat een enorme impact op de buurt heeft gehad en de beweging naar een woonfunctie voor die buurt heeft versneld. Nu hebben we de Rialto, dat eveneens vervangen zal worden door een woonproject, waarbij Oostendenaren gepaaid werden met het vooruitzicht op nieuwe horeca. Ondertussen vernemen we via de pers dat het vooral om daghoreca zou gaan. In de krant las ik ook dat het horeca zou zijn voor jong en oud. Daar, denk ik, stonden ongeveer 2 kolommen met uitleg over hoe we dat precies zagen. Hey, jonge mensen en oude mensen, iedereen daar allemaal samen. En dat dat toch leuk is, jonge mensen en oude mensen samen op één plaats. En dat is zeer zeker leuk. Ik herken daar zeer veel taferelen in. Van bijvoorbeeld toen ik zelf als kleinkind met mijn oma een ijsje ging gaan eten. Dat is een beetje de soort horeca wat ik mij daarbij voorstel. Maar dat is niet de horeca die ik mij voorstel bij een uitgaansbuurt. In het verleden en bij eerdere interpellaties van Groen gaf Schepen-Klaes aan dat er wel waarde werd gehecht aan de uitgaansbuurt in Oostende. We zien ook regelmatig acties. Ook onlangs is er een nieuwe campagne opgestart. Ik las ook met grote belangstelling de reactie van de schepen in de zeewacht op de recente actie van Jong Groen met betrekking tot het behoud van onze uitgaansbuurt. Ik citeer wat er in de krant stond. Als stad kunnen wij niet tegenhouden dat private personen een opportuniteit aangrijpen om hun eigendom te verkopen. Maar we zorgen er wel voor dat wat in de plaats komt rekening houdt met het karakter van de Lange Straat. Voor mij is dat niet zo heel duidelijk wat daar dan mee bedoeld wordt. Bedoelt de schepen dan dat de stad ijvert naar het behoud van een uitgaansbuurt en dus ook bereid is om striktere maatregelen te nemen zodat het behoud van het aantal cafés bijvoorbeeld nagestreefd wordt? Of bedoelt u dat u er naar streeft om voor de woonprojecten die in de plaats komen van de cafés zo min mogelijk overlast te voorzien? Want uiteindelijk tearooms en brasseries voorzien waar vroeger bloeiende cafés waren, is voor mij op dit moment niet echt rekening houden met het huidige karakter van onze uitgaansbuurt. Ergens onderweg in de uitleg bent u mij kwijtgeraakt, vrees ik. Tot nu toe wordt er stevast uitgepakt met veiligheid. We streven naar een veilige uitgaansbuurt, veiligheid in uitgaansbeleid. Ook de laatste campagne werd gefocust op veiligheid en werden uitspraken gedaan als Oostende heeft een van de meest veilige uitgaansstraten. Maar dan vraag ik mij af, wat met de sfeer? Wat met aanbod? Wat met diversiteit in de verschillende zaken die daar plaats hebben? Ook die laatste berichtgeving dus, focus op veiligheid en met alle respect, maar uitgaan moet veilig, gezond en plezierig zijn. Ik noem dat eigenlijk niet zo'n wervende quote, als ik eerlijk mag zijn. Het is zelfs een behoorlijk bejaard klinkende slogan, als je het mij vraagt. Maar ja, wat ons betreft is het eigenlijk 5 voor 12 voor de uitgaansbuurt. Als we continu blijven hameren, enkel en alleen maar op veiligheid, dan hebben we een probleem. Want dan gaat het niet meer om plezierig uitgaan, om ons amuseren, om verschillende cafés te kunnen bezoeken, om een uitgebreid aanbod te hebben, om mensen naar Oostende te lokken die hier willen uitgaan, die hier samen willen een leuke tijd hebben. Maar dan zeggen we van goed, ja, we gaan gewoon een aantal mensen content houden door daar een paar cafés te laten staan. Op die manier is onze uitgaansbuurt gedoemd om te verdwijnen. Leg dat naast de pertinente weigering van de stad om iets te doen aan het gebrek aan vijfzalen. En ga dan vooral nog maar eens gaan uitleggen dat we echt proberen om onze jongeren hier in Oostende te houden. Ik zou dus graag een antwoord willen hebben op verschillende vragen. In eerste instantie, heeft de stad uitgeschreven strategische doelstellingen voor de uitgaansbuurt die het aspect veiligheid en gezondheid overstijgen? Ten tweede,
Is er een visie betreffende het specifieke karakter van de zaken die zich in die uithaansbuurt vestigen? Is er een onderzoek gebeurd? Heeft men in kaart gebracht welk publiek men wil aantrekken in Oostende? Welk aanbod hierbij hoort? Hoe we dat gaan realiseren? Welke ondernemers we eventueel onder de arm kunnen nemen die daar een extra boost kunnen gebruiken? Kortom, wil men het karakter van de buurt vrijwaren en neemt men hier maatregelen toe? Een derde vraag. Dat is een beetje mijn stokpaardje, maar kan het stadsatelier ook hier ingeschakeld worden wat betreft strategische visiebepaling? Is er bereidheid om eigenaren op vlak van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld een aantal bijkomende voorwaarden op te leggen zodat het slopen van horecazaken om ze te vervangen door woningbouw onmogelijk wordt gemaakt? En een laatste vraag, is de stad bereid om actief stimulerende maatregelen te nemen voor het behoud van de uithaansbuurt? Op vlak van ruimtelijke ordening dus, zoals daarnet gezegd, maar ook door bijvoorbeeld inschakeling van het economisch huis. De centrummanager heeft nu de opdracht om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Ik vraag mij af of dat eventueel uitgebreid kan worden. Of dat, op dit moment ligt de focus voornamelijk op shopping, maar kan die opdracht ook bijvoorbeeld het uithaansbeleid omvatten? Of, als dat niet mogelijk is, kan dit deel dan specifiek aan het beleidsdomein toerisme worden toegevoegd bijvoorbeeld. Als het te veel zou gevraagd zijn om dit voor onze eigen inwoners te doen, is dat dan misschien ook wel een piste. Tot daar mijn vraag. Vronsky. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben ongelooflijk geroerd en ontroerd door het feit dat er opeens zo'n grote belangstelling is voor het uitgaan in Oostende. Ik ben nu toch 3 jaar schepen, denk dat dat mijn tweede interpellatie is over het uitgaan. Dus ik vind dat zeer frappant. Ik dank de pers voor de interactie die ze daarin gedaan hebben. Dankzij hun krantenartikels is dat opeens weer een heel levend debat. De Lange Straat, dus allemaal dank daarvoor. En mevrouw Casteur, u nam mij eigenlijk de woorden uit de mond. Ik ging zeggen, als iedereen die zo bezorgd is voor de Lange Straat ook zou uitgaan in de Lange Straat, dan zou het daar nog veel leuker zijn dan dat het vandaag de dag daar is. Men heeft mij verweten of men heeft gezegd, ja, u hecht heel veel belang aan veiligheid. Inderdaad, ik hecht daar heel veel belang aan veiligheid. Ik denk dat ook de ouders van de kinderen die uitgaan in de Lange Straat daar veel belang aan hechten. U weet ook wat de antecedenten zijn die daartoe hebben geleid, dat daar inderdaad als eerste prioriteit was, we gaan zorgen dat mensen, als ze willen uitgaan in de uitgaansbuurt, dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. En ik denk, en ik blijf ervan overtuigd, en ik denk dat de korpschef mij dat zal bevestigen, dat er geen één straat is in heel Oostende die zo veilig is als de Lange Straat. Wat is nu het probleem? Het probleem is niet dat de Lange Straat niet veilig is. Het probleem is dat men altijd met dat idee zit dat de Lange Straat niet veilig is. En interpellaties, zoals we vandaag hebben gehoord, en stukken van interpellaties, zullen daar ook wel verder toe bijdragen dat dat gevoel zal blijven hangen. Het eerste opdracht van de schepen van uitgaan is dan eigenlijk ook om ervoor te zorgen dat we inderdaad een positief klimaat terugkrijgen in de Lange Straat. Dat we kunnen aantonen dat uitgaan leuk is. Dat is nog altijd de hoofdtoon, denk ik, van een uitgaan waar dan ook, maar zeker en vooral ook in Oostende. Ik moet toch ook een beetje vaststellen, en ik ben ook nostalgisch op bepaalde momenten, maar dat de nostalgie eigenlijk een beetje een vertekend beeld soms geeft. Ik weet niet of u foto's kent van de Lange Straat in de tijd dat het nog niet verkeersvrij was. De Lange Straat was toen een straat met heel veel handel. Daar waren beenhouwers, daar waren bakkers, daar waren wasserettes, daar waren souvenirwinkels, daar was van alles en daar waren ook cafés. Dus we reden daar met de auto door en we stopten en we haalden de beenhouwer en we gingen bij de bakker en we gingen... Ik weet dat mevrouw Verkeijn, u weet dat niet, want u bent nog veel te jong daarvoor. Maar vroeger was dat effectief zo. Maar men is dat blijkbaar vergeten, dat de Lange Straat vroeger eigenlijk een handelsstraat was en niet echt de uitgaansstraat. We hadden toen ook veel meer cinemas natuurlijk. En we hadden de Engelsen die kwamen bagaar maken. En dat er iedere nacht gevochten werd tot bloedens toe en met messen werd getrokken en weet ik veel wat allemaal. Dat is allemaal verleden tijd. Gelukkig zou ik maar zeggen, maar goed, we doen voort met de jonge gasten en de jonge Oostendenaars die in Oostende uitgaan en ik moet toch, en ik ben ervaringsdeskundige op dat vlak, want ik heb 2 kinderen die daar uitgaan en die tot stukken in de morgen uitgaan, dus zo slecht en zo leeg en zo ongezellig kan het daar echt niet zijn. Soms wou ik de zaterdagnacht als ik in mijn bed lag dat het zo ongezellig was dat ze om op een deftig uur naar huis kwamen, maar jammer genoeg zijn het
gasten die het sluitings- of het muziekstopuur totaal negeren en die maar blijven de leuten en het plezier van het uitgaan ervaren. Bon, wat hebben we inderdaad gedaan? En u kan daar misschien wat lachwekkend over doen. We hebben gezorgd inderdaad in hoofdorde dat de veiligheid gegarandeerd is. Wat hebben we voor gezorgd? En we zijn daar toch wel fier op. Dat is dat wij de top van Vlaanderen zijn na Antwerpen. Waar het aantal discotheken de Quality Nights label hebben gekregen. Kwaliteit levert in het uitgaan. We doen hetzelfde naar de jeugdhuizen. We doen hetzelfde naar de fuiven. Want men doet juist op dat uitgaan zich beperkt tot de Lange Straat. Er zijn nog andere straten in onze stad waar dat er wordt uitgegaan. Er zijn jeugdhuizen waar dat er wordt uitgegaan. Er zijn fuiven die georganiseerd worden en waar dat wordt uitgegaan. Dus uitgaan is veel meer dan één en enkele en alleen de Lange Straat. Maar goed, uitgaan is leuk, inderdaad. Wat hebben we gedaan? En ik denk dat uw collega van uw eigen fractie dat kan bevestigen. Het eerste dat ik heb gedaan als ik schepen werd, dat is van te zorgen dat die mensen eens samenkwamen. Dat was iets dat heel weinig gebeurde. Dus we hebben alle uitbaters van de Lange Straat, zetten we samen. We nodigen ze uit op heel geregelde tijdstippen. Want ik ben uiteindelijk, en mevrouw Verkijn, ik weet niet, je mocht, moet niet te veel lachen, ik ben uiteindelijk afhankelijk, en ik zeg dat ook aan mevrouw Waldman, ik ben uiteindelijk afhankelijk van de energie en de gedrevenheid en het ondernemerschap van de mensen die in de Lange Straat gevestigd zijn en daar een uitbating hebben. Ik moet zeggen dat 99% van die uitbaters dat heel goed, heel gedreven doen. Wij zitten samen om te kijken van welke evenementen organiseren, want evenementen, naar mijn gevoel, in het uitgaansleven, dat is niet de straat op stijl te zetten, dat is vooral, en dat is denk ik vooral mijn taak, van te zorgen dat degenen die daar een uitbating hebben, dat zij in de best mogelijke omstandigheden dat kunnen doen, dat zij kunnen organiseren wat dat zij willen, en er wordt ongelooflijk veel georganiseerd van optredens, allerhande, in allerhande cafeetjes, onder andere ook de tijd die u in uw lijstje van uw 20 namen daarop somde, maar die ondertussen toch wel terug bestaat in de Lange Straat. Hè. Ook in de Bonenstraat, de Katzand-Bonenstraat, gebeuren er heel wat optredens in cafés daar. Er is er zelfs nog één bijgekomen in Den Heiligen. Een cafeetje moet daar ook een keer binnen gaan, ook de moeite om eens te bezoeken. In elk geval, het uitgaan is niet alleen een stadsgegeven, het is vooral ook een ondernemersgegeven. En dat moeten we op alle mogelijke manieren proberen te ondersteunen en dat doen we ook. De Summer Kick-off is een van die resultaten van die samenwerking dat wij hebben inderdaad met de uitbaters. Wat dat wij vragen aan de uitbaters, wat wilt je, wanneer wilt je het, wie wilt je daar zien optreden, kent je mensen die je kunt betrekken vanuit je café, die daar normaal gezien optreden, die daar oefenen, die daar repeteren. Dus we proberen echt op allerhande manieren om die uitbaters op welke manier dan ook te ondersteunen. Dat er klachten zouden zijn van horeca-uitbaters dat zij moeilijkheden hebben wanneer zij aanvragen indienen in de stad. Het spijt mij, maar dat is de eerste keer dat ik daar iets van hoor. En als dat zo zou zijn, dan zou ik zeggen één adres, contacteer mij en we gaan dat zeker oplossen. Omdat we voelen en omdat we weten dat inderdaad het imago van het uitgaan in Oostende nog beter kan, hebben we inderdaad gewerkt aan een campagne. Hè. Dat is niks nieuws, we zijn er al maanden mee bezig. En ook daar doet mevrouw Verkijn natuurlijk lacherig over. Hè. We gaan met BV's en we gaan, daarmee ga je het niet redden. Nee, we gaan het daarmee niet redden. Maar ik denk dat elke beetje toch wel een beetje helpen. Die promotiecampagne is inderdaad is heel leuk en u zal dat zien en ik nodig u uit van vanaf mei eens te kijken op de Facebookpagina Uitgaan in Oostende, waar dat we die filmpjes zullen opzetten. Dat zal heel leuk worden en dat zal vooral mensen aanzetten, diegenen die nog niet overtuigd zijn, maar dat zijn er gelukkig niet zoveel of dat u doet uitschijnen, om de mensen te overtuigen om toch nog eens naar de uitgaansbuurt te komen of zeker andere dingen, andere plaatsen misschien te zoeken in de uitgaansbuurt dan waar zij eigenlijk normaal gezien komen.
Het is een promotiecampagne en een filmproject eigenlijk dat gemaakt is door Oostendenaars, jonge Oostendse uitgaanders. Ik heb niet ver moeten lopen om er te vinden die zelf in die sector zitten en die zeggen van we willen daaraan meehelpen. Met jonge Oostendenaars die uitgaan, we hebben ook niet veel moeten zoeken. We hebben eigenlijk moeten schrappen, want we hebben geen budget genoeg om jarenlang filmpjes te maken. Die elk op hun eigen manier tonen hoe dat zij uitgaan in Oostende. En voor de jonge Oostendenaars natuurlijk. Het is dus een puur sans Oostends gegeven. Wat gaan we nog doen? We gaan een soort uitgaansgids maken. Alle uitbaters van de Lange Straat en van de omgeving, iedereen eigenlijk die met uitgaan te maken heeft, en dat gaat breder dan de Lange Straat, is gecontacteerd geweest. We gaan een uitgaansgids maken waarin dat we anekdotes van de uitbaters gaan zetten, waarin dat we de making-of van die filmpjes gaan zetten, waarin dat we bons gaan zetten van die horecazaken. Alles dat leuk is, een toffe gids, die zal beschikbaar zijn. We hebben inderdaad de summer kick-off. Alles gaat een beetje naar dat event in crescendo. Maar het positief uitgaansbeleid, dat is niet alleen mijn bevoegdheid. Ik kijk naar Schepen de Blauwe, die met zijn vuif zal Elysée. Ik kan daar ook zeer lacherig over doen, maar er zijn daar toch heel wat vuiven al georganiseerd geweest. De jeugddienst, die Instant Karma georganiseerd heeft. En ook in het kader van Crystal Ship ook de uitgaansbuurt in de kijker heeft gezet. Toerisme Oostende, die gezorgd heeft dat daar een sfeervolle verlichting is in de Lange Straat. We zijn met verschillende actoren toch bezig om het uitgaan in Oostende echt sterk te maken. En we staan daar ook volledig 100% achter. Wat de bouwprojecten betreft, de Helmond, dat is van voor mijn tijd. Maar goed, we hebben daar wel een discotheek zitten die heel goed draait in de Helmond. De Rialto, ja, dat is natuurlijk als mensen beslissen van iets te verkopen, ja, dat kunnen wij daar niet aan doen. De Rialto, waarom is dat zo gekomen? Ja, ik vermoed dat inderdaad de komst van de Kinepolis daar wel alles mee te maken heeft. Mensen zochten, dat was iets nieuws, dat was iets leuks, dat waren grotere zetels, gaan meer plaats om uw voeten te zetten. En dus gingen we naar de Kinepolis en we vergat van naar de Rialto te gaan, waar het eigenlijk wel veel gezelliger was dan als je buiten kwam, direct in de uitgaansbuurt zat. Wat hebben we met de Rialto gedaan? We hebben daar toch wel duidelijk, en er zijn daar heel wat misverstanden over, ervoor gezorgd dat er op dat gelijkvloers, dat daar terug het karakter van de Lange Straat behouden wordt. U zegt, er komt daar een tapasbar, dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Wat daar wel zeker komt, is in de Rialto komt daar een cinema. In de oude cinema komt daar een themacafé rond de cinema. Dus dat kan wel heel leuk worden en dat zal niet om 6 uur sluiten, denk ik. Denk niet aan mevrouw Waldman. Ze kan misschien proberen om daar 's namiddags een taartje te gaan eten, maar denk niet dat dat de bedoeling zal zijn. Op de hoek komt daar een brouwerijcafé. Ook wel iets, denk ik, dat... Ik heb niks gedaan over mevrouw Waldman. Of is het over tijd misschien? Nee. Zeker niet. Ik zou nu wel nog over tijd gaan. Ja. Doe maar. Dus ik wil maar zeggen, al met de stad zijn we daar wel degelijk bezig om daar te sturen, zodanig dat daar dingen komen die inderdaad aansluiten bij hetgeen dat de Lange Straat is. Maar je mag ook niet vergeten dan aan de andere kant dat daar de juwelierzaak Lupio zat. Dus dat was ook geen uitgaanscafé, hè. Dat was een juwelierszaak die daar zat. Dus je mag ook niet alles beginnen doen alsof dat allemaal cafés zijn die daar weggegaan zijn. En met alle respect... Als de eigenaar van de Rino besluit om zijn pand te verkopen, wij kunnen dat als stad niet tegenhouden. Hè? En de Rino is wel de zaak bij uitstek, denk ik, waar wel om 6 uur gesloten werd. Dus goed, we moeten toch een klein beetje nuchter zijn en toch een klein beetje perspectief ook nog houden. Hoe zit het in verband met... het concrete stappenplan. Ik stel voor dat mijn collega Kurt Klaes daar straks over antwoordt. Maar in elk geval heb ik al contact gehad met de bouwheer. En heeft hij mij beloofd, en hij zegt dat hij dat ook trouwens altijd in al zijn bouwprojecten doet, dat er overleg zal zijn met de buurtbewoners. En ik heb hem uitdrukkelijk gevraagd om dat overleg apart te doen met de uitbaters van de Lange Straat. Dat zou wellicht ergens in juni zijn, wanneer dat voor hem alle stappenplannen rond zijn en dat hij wat zicht heeft wanneer en hoe. Die man is in elk geval heel erg bereid om met ons in gesprek te gaan, zodanig
zodanig dat de last of de overlast of de hinder, dat daar zo beperkt mogelijk is. Dat er daar uiteraard iets van last over zal zijn, dat is uiteraard, dat kan niet vermeten worden. Maar ik zeg het nog een keer, ik heb liever dat een Rialto-complex daar vervangen wordt door iets dat deftig is, dat proper is, en liever dan die kanker daar te hebben met een gelijkvloers, waar dat eigenlijk de lange straat daar reeds stopt. Ik denk dat dat ook voor de uitbaters die wat verder zitten in de lange straat, en ik kijk naar een collega die in de gemeenteraad hier ook zit, dat ook voor hem een opluchting zal zijn als het wat verder loopt. Dan wat de stimulansen betreft, ik verwijs naar enkele stimuli die er toch nu al zijn. Er is het handelspandenfonds dat nu al bestaat, waar dat je dus een leegstaand pand kunt ombouwen en renoveren. We hebben de start-to-succes formule die reeds bestaat. En u moet ook weten dat ik indertijd, en dat kan bevestigd worden door de uitbaters van de Lange Straat zelf, dat ik eigenlijk van in het begin aangedrongen heb, op het ogenblik dat het centrummanagement zou opgericht worden, opdat de handelaars van de Lange Straat eigenlijk een handelaarsbond zouden oprichten die dan mee zou kunnen opgenomen worden in dat centrummanagement. Goed, maar het is niet de stad die een handelaarsbond zal oprichten. Het zijn nog altijd de handelaars die daartoe moeten bereid gevonden worden om daarvoor de nodige stappen te doen. En jammer genoeg, ik vind dat heel spijtig, maar jammer genoeg zijn ze daar tot op vandaag niet ingegaan. Ik denk dat ik ongeveer mijn zeg gedaan heb. Ik weet niet of Kurt Klaes daar nog een of ander aan toe te voegen heeft, wat de ruimtelijke ordening betreft. Dank u wel, mevrouw De Schepen. En ik geef het woord aan Kurt Klaes. Ja, twee korte antwoorden. Eén, Rialto, is daar een planning? Is daar zicht op wat daar zal gebeuren? Ja, ik heb ondertussen een vergadering gehad met collega Klaes erbij en de eigenaar van de touw. Dat is recht over de deur, waarin dat wij concreet afgesproken hebben, ook met de bouwheer, dat als hij start aan zijn werken, dat hij ook de planning van zijn werken zal bezorgen. Wij hebben nu nog geen zicht hoe dat hij dat zal doen. Maar ik heb begrepen dat hij de intentie heeft om van achteruit te werken. Dus met andere woorden, niet vanuit de Lange Straat naar het project, maar van achteruit naar voor. Zodanig dat de hinder voor de Lange Straat tot een absoluut minimum zou beperkt worden. Die mensen hebben ook gezegd dat ze zeker niet voor de zomer gaan starten, zodanig dat het seizoen van de zomer daar zeker niet in de problemen komt. Nu, verder concrete planning is er nog niet, maar wij hebben wel de afspraak dat we dat, vanaf dat daar iets meer duidelijk is, dat hij dat concreet opvolgt en ook communiceert naar de handelaars en de mensen die een zaak hebben in de straat. En dan twee, ik hoor hier verschillende vragen aan mij gericht over het stadsatelier, maar ik zou eigenlijk ook een quizvraag willen richten. Weet er iemand hoeveel mensen op de bijeenkomst op vrijdag 4 maart aanwezig waren? Ik zie iedereen verwonderd kijken, het is ook voor de pinte. Ja. Ik ga zeggen, ik wil hier drie collega's heel uitdrukkelijk bedanken. Dat is collega De Vriend, collega Zoete en collega Le Saffre. Er waren 4 mensen verontschuldigd. Ik ga direct zeggen waarom. Dat is een vergadering geweest op vraag van de gemeenteraad, van gemeenteraadsleden, waarin dat we de werking van het stadsatelier toegelicht hebben. En ik meen mij te mogen herinneren dat meneer De Vriend daar een heel constructieve vraag gesteld heeft over wat zal het stadsatelier doen in het kader van de Lange Straat. Ik denk dat het antwoord daar heel duidelijk was dat zij daar een beeld over zouden maken en ons suggesties zouden doen. Dus hier nu gaan vragen wat zal het stadsatelier doen? En wel, ik denk dat jullie beter op die vergadering daar aanwezig waren en dat daar zouden gesteld hebben. Dan zou je het hier niet opnieuw moeten gevraagd hebben. Dank u wel. Ja. Mevrouw Altman. Ja, dank u wel. Eerst en vooral wil ik misschien kort antwoorden op iets wat mevrouw Casteur daarnet zei. Ik denk dat ik ook wel regelmatig naar de Lange Straat ga. We komen elkaar daar ook af en toe tegen. Net als andere mensen die hier aanwezig zijn trouwens. Maar ik denk wel dat zij iets te chauvinistisch is. In die zin zeggen dat we in West-Vlaanderen nergens anders in de week een pint kunnen gaan drinken zonder dat we met lege cafés geconfronteerd worden. Ik denk dat dat niet klopt. Als je naar Brugge gaat, zelfs Roeselare, Kortrijk, dat zijn ook steden waar er wel iets leeft. In Oostende kun je inderdaad een pint gaan drinken midden op de week
en niet in een leeg café terechtkomen. Maar om daar nu te zeggen dat je daar een Polonaise kunt samenstellen, dat zou misschien net iets te ver gegrepen zijn. Ik denk niet dat realistisch is. En ik denk dat u dat eigenlijk ook wel weet. In tweede instantie misschien wil ik, omdat het nog vers in het geheugen zit, de vraag van schepen Kurt Klaes beantwoorden of het gegeven rond het stadsatelier. Ik weet natuurlijk dat mijn collega die vraag gesteld heeft. Wij hebben daarover overlegd. Collega De Vriend is toen voor onze fractie of om onze fractie te vertegenwoordigen op die vergadering geweest. Maar mijn vraag was eigenlijk voornamelijk van kan er eventueel gebeuren op vlak van voorwaarden, op vlak van ruimtelijke ordening. Kunnen we als stadsbestuur bijvoorbeeld een kader bieden waarbinnen dat we zeggen, goed, binnen deze perimeter die wij beschouwen als een uitgaansbuurt, kunnen er niet zomaar horecazaken verdwijnen en vervangen worden door woonprojecten? Dat was eigenlijk mijn vraag in eerste instantie. En dan op schepen Christa Klaes hoor ik ook dat ik zou verweten hebben dat er veel belang gehecht wordt aan veiligheid. Ik denk dat dat een beetje uit de context getrokken is. Ik heb dat zeker niet verweten. Ik denk dat veiligheid vanzelfsprekend heel belangrijk is en dat we daar in de afgelopen jaren zeer veel stappen in gezet hebben. Het is nodig om daar aandacht aan te besteden, maar het is zoveel meer dan dat. En dan treed ik alle andere collega's bij die dit hier vanavond bevestigd hebben. Ik denk dat wij een uitgaansbuurt nodig hebben waar je diversiteit hebt, waar je een aanbod hebt, waar je desgewenst van het ene naar het andere café kan gaan en dat het overal even leuk is. Ik denk dat we dat voornamelijk missen in Oostende. Het is niet zo dat je niet kan uitgaan tot 5 uur. Hé. Ik zal zeker niet degene zijn die zegt dat onze uitgaansbuurt doods is. Maar het is wel een feit dat we door het inkrimpen van die uitgaansbuurt steeds minder keuze hebben. Hé. En dat we zien dat we ook steeds minder aantrekkelijk worden voor jongeren om uit te gaan. Ik hoor verhalen over de Engelsen en de zeemacht. Dat doet mij denken aan familiefeesten. Dat is ook niet meer van deze tijd. En ik denk dat er niemand zit te wachten op vechtende Engelsen in onze lange straat, dat we die tijd zeker niet terug willen. Dat is ook absoluut ons punt niet. Ik denk dat ons punt voornamelijk is, en ik hoor met plezier dat er verschillende beleidsdomeinen betrokken zijn, maar ons punt is net van goed, waarom moet dit uitbesteed worden aan toerisme? Wij hebben jongeren in Oostende, wij hebben mensen in Oostende die willen uitgaan, die betrokken zijn. Ik denk dat we hier zelfs in deze gemeenteraad daar een mooi representatief stuk van hebben, van een aantal jonge mensen die zeggen van goed, wij willen niet naar Brugge uitgaan, wij willen niet naar Kortrijk of naar Gent moeten lopen om een leuke avond te hebben. Wij willen in onze eigen stad een aantal dingen doen. En dan zie je dat we inderdaad soms een beetje op onze honger blijven zitten. Onze vraag is eigenlijk dat we als stad investeren in onze eigen jongeren. Want ik hoor het u ook wel heel graag zeggen van ja, je kunt natuurlijk niet alleen op café uitgaan, dat is waar. Hé. Maar dan hoor ik de voorbeelden en ik hoor u zeggen, er moet niet gelachen worden met de fuifzaal van Schepen de Blauwe. Ik zag hier eerlijk gezegd niemand lachen, maar het is ook niet echt om te lachen. Als we het hebben over de fuifzalen in Oostende, als we denken aan het aanbod dat er is en aan het aanbod wat er was, als we denken aan het Bosjonk vroeger, waar week na week 1 of 2 fuiven werden gegeven, waar we eigenlijk een zeer groot aanbod hadden, zeer veel mogelijkheden hadden om uit te gaan. Vroeger werden er fuiven gegeven in de OHK, nu nog altijd, maar we zien dat er een zeer groot aanbod was dat steeds maar weer vernauwt. Het tweede voorbeeld wat u aangaf van we kunnen uitgaan op café, we kunnen uitgaan in de fuifzalen, maar ook in de jeugdhuizen. Ik ga daar nu niet te veel op doorgaan, maar dat komt straks nog. Daar zitten toch ook wel redelijk wat bedenkingen en zorgen. Dus er is eigenlijk wel iets voor te zeggen dat je niet alleen maar op café kan uitgaan, maar als je op al die verschillende beleidsdomeinen gaat beginnen beknibbelen en gaan beginnen verminderen en inkrimpen, dan creëren we toch wel degelijk een probleem. En ik mag hopen dat er wel inderdaad, zoals u zegt, overleg is tussen de verschillende schepenen om te maken dat het aanbod voldoende groot blijft. Dan hoor ik u ook zeggen van goed, ik kan de handelaarsbond niet dwingen om een initiatief te nemen specifiek voor de uitgaansbuurt. Dat was eigenlijk ook geen vraag. Eigenlijk heb ik gevraagd van goed, we hebben nu een centrummanager. Dat is iemand die in opdracht van het Economisch Huis van alles doet.
Mijn vraag was eigenlijk van, zou dat eventueel voor die persoon een opdracht kunnen zijn om te kijken van los van het shoppinggebeuren, waar we nu voornamelijk op focussen, of dat we ook op vlak van uitgaansbeleid een aantal dingen kunnen doen. Ik heb niet gesproken van een handelaarsbond, dus het zou natuurlijk zeer leuk zijn, moest dat er kunnen zijn, maar we kunnen inderdaad privé-initiatieven niet gaan initiëren vanuit het stadsbestuur. Ik denk dat dat wel duidelijk is en dat wij dat ook niet vragen. Daarnaast ook nog, u zegt van ik ben eigenlijk afhankelijk van de energie en de ondernemerschap van de eigenaars, dat is waar. Hè? Maar ik herken daar wel een beetje een rode draad in de verschillende beleidsdomeinen opnieuw. Hè? Dat is zoals Schepen Kurtklaes dan zegt van ja, ik ben afhankelijk van in het dossier Hotel du Louvre wat de eigenaar wil en wat de buren willen. Ja, dat strookt niet echt met hoe ik een stadsbestuur zie. Allee, mijn inziens moet een stadsbestuur een trekkende, sturende rol hebben en moet een stadsbestuur zeggen van kom aan, gasten, daar gaan we voor. En ik denk dat dat voornamelijk belangrijk is, dat we niet moeten zeggen van ga ja, die eigenaar wil dat nu verkopen en gaat daar appartementen zetten. Ja, dat is spijtig, ja. Maar we kunnen daar niks aan doen. Verdik het toch, ik pees dat wij daar echt wel iets kunnen aan doen. Ik denk dat wij als stad moeten kunnen zeggen aan ondernemers van goed, wij gaan een aantal stimulerende maatregelen, en u heeft er een aantal opgenoemd, ik ben daar heel blij mee. Maar ik denk dat we echt wel moeten kunnen zeggen aan stadsbestuur van wij gaan maatregelen nemen, wij gaan voorwaarden gaan opleggen, wij gaan een aantal richtlijnen geven, wij gaan een aantal initiatieven nemen die maken dat het karakter van die uitgaansbuurt behouden blijft. En niet enkel het karakter, maar ook de omvang van die uitgaansbuurt, want ik denk dat dat vandaag de grootste zorg is. Ja, inderdaad. Bedankt. Heel kort, ik reageer. Diversiteit. Als u zegt er is een gebrek aan diversiteit in onze cafeetjes, dan denk ik dat de uitgaansgids dat we gaan maken zeker van pas zal komen, want u zal daarin wel zien dat er een ongelooflijke diversiteit is in Oostende. Jammer genoeg veel te weinig gekend en jammer genoeg zijn we een beetje gewoontedieren en gaan we altijd naar hetzelfde. Hè? En hebben we te weinig oog voor veel andere dingen die er zijn en die er eigenlijk dagelijks bij komen. Eerste punt. Uitgaansgids is ouderwets. Ik weet niet of Gent ouderwets is, maar de Guido-gids van Gent dacht ik niet dat dat ouderwets was. Het is niet alleen maar bonnetjes. Misschien kom ik eraf naar de summer kick-off en bekijk het een keer, het zal wel leuk zijn. Kunnen we maatregelen opleggen aan onze uitbaters? Kunnen we verhinderen dat zij verkopen? Ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Ik vind dat de rol van een stad inderdaad een trekkende en sturende rol moet zijn. Maar ik heb het zo niet voor communistische regimes die gaan zeggen hoe dat een uitbater zijn job moet doen en of hij al dan niet, als hij een opportuniteit ziet, mag of niet mag verkopen. Dat was even mijn korte tussenkomst.